FC Groningen heeft de 18-jarige Zuid-Koreaan Kim Jong-chan op proef. De centrale verdediger zal circa een week meetrainen bij de FC. Kim is in Groningen dankzij zijn landgenoot Suk Yoon-yoon, die al bij FC Groningen speelt. Hyun-jun Young is 저랑 워낙 싱갈고 같은 학교를 나갔고 그런 선후배 관계인데 현준 형이 여기 오면서 뭐 감독님한테나 저한테 저를 추천해 주셔갖고 그렇게 해서 스카우터가 저를 보러 와갖고요. 그래갖고 제가 운이 좋게도 여기 발탁이 돼서 이렇게 입단 테스트를 볼 수 있게 돼서 온 거예요. We hebben ook wat beelden gezien. De ploeg waar hij in speelt is ook vorig jaar in Nederland geweest. We hebben vervolgens ook een scout gehad bij het toernooi van Azië in Thailand. Daar viel hij wel erg op, dus hij heeft nu de kans bij ons om te laten zien wat hij kan. Nu heb ik 비행기 시간도 11시간이 나와갖고 일단 몸 상태가 안 좋은 상태이기 때문에 지금 모든 걸 다 보여주지 못해갖고요. 일단 모든 걸 다 보여주고 후회 없이 가는 게 일단 저의 첫 번째 목표고. 두 번째 목표 일단 뽑히기 위해서 모든 걸 다 보여주고 싶습니다. FC Groningen ontvangt zaterdagavond om 6:15 NEC in Euroborg. Voor FC Groningen staat het duel vooral in het teken van de revanche voor de 6-1 nederlaag van vorige week tegen PSV. Ik merk wel dat het erg leeft bij de spelers. We hebben toch met z'n allen natuurlijk een heel slecht gevoel aan die wedstrijd overgehouden. En ja, de eerste volgende wedstrijd, zeker als die thuis is, willen we dat graag rechtzetten. We weten allemaal dat het zaterdag gewoon heel slecht was en ook niet scherp genoeg. Maar dat kunnen we morgen mooi... gewoon weer mooi omzetten in een wedstrijd waar we het weer kunnen laten zien wat we wel kunnen. Michael Kieftenbelt is geschorst tegen NEC. Een mogelijke vervanger voor zijn positie is Danny Holla. Ik wist dat hij geschorst was, dus je weet dat er dan wel kansen zijn. NEC zit in een moeilijke fase en ja, wij willen gewoon elke thuiswedstrijd sowieso willen we bepalen, willen we domineren. Dat zeg ik elke keer en dat is ook elke keer de insteek. En ja, wij willen dat graag morgen doen in combinatie met de revanche gedachte die er heerst. En, daar gaan we ook zeker aan beginnen in de wedstrijd.